Je had me net wat verteld over de geschiedenis van je vader. En ik had begrepen dat je iets had meegenomen. Ja, ik had een foto, die hebben we sinds een paar jaar eigenlijk pas weer in onze familie zit die. Toen mijn vaders oom is overleden, toen kregen we deze foto. Op deze foto kan je zien dat is mijn vader zijn opa. Kan je iets hoger houden? Dat is mijn vader zijn opa Ja. en dit is zijn oma. En hier zie je eigenlijk al dat er allemaal Indo's waren gemixt en Indisch. Dus daarom vind ik die foto ook nog zo mooi. Ja. Dit is mijn vader zijn overgrootoma. Dat is de dochter van een sultan. En haar man is overleden, die was Frans. Zelfs zij Indonesisch, haar man is Frans. En dit is dan mijn vader zijn oma. En dit is haar vader, die is Duits. En dit is haar moeder, en die is dan al Indisch en gemixt met papa. Ja. En hier zie je veel allemaal Duitsers, allemaal blanke mensen. Maar ze kijken allemaal niet zo vrolijk, maar het is heel mooi. Ja, die foto hier gaat, dat zijn mijn overgroot. Verder nog. Zijn mijn overgrootouders. Als je tegenwoordig terug gaat naar Indonesië, dan vind ik het moeilijk om te beseffen hoe je ouders zeggen. Het is allemaal veranderd in Indonesië. Het is niet meer wat het was. Ja. Dat besef ik des te meer door wat mijn vader allemaal verteld hoe het was. Ja. En dan heb je foto's en dan wordt gewoon lekker de tijd is stilgezet en dan kan je zien.